Dit is N24actueel.nl. Mevrouw van Grinsven, wij zitten in de seniorenbus. En ik heb begrepen, u bent inmiddels een trouwe klant van de bus. Een klant. Ja. Ja, heel erg. Dus ik heb al heel veel rits gemaakt. Hoe vindt u dat nou, die seniorenbus? Dat is een goed initiatief. Geweldig. Wat voor voordelen heeft het? Financieel al. Want normaal ben ik, als ik de taxi moet pakken, ben ik 8 euro op en neer kwijt. Mm-hmm. Omdat ik ook dan die goedkopere bus heb. En ja, ga ik met tweeën. Ja, iemand die voor mij meegaat, ja goed, daar moet ik ook voor betalen. Nou ben ik 2 euro kwijt. En anders dan was ik er 16 kwijt. De seniorenbus rijdt sinds een half jaar. Je kunt wel zeggen dat het een heel groot succes is. Nou, dat kan ik alleen maar bevestigen. Dat is ook zo. Wij hadden de prognose dat we na 3 maanden 30 leden zouden moeten hebben. En dat hadden we al na een maand. En nu zijn we dan, kan iedereen lid worden in Den Bosch. En in 1 week hebben we 40 nieuwe leden erbij. Dus het loopt als een trein, of eigenlijk als een bus misschien. Het is voor 65-plussers en we willen gewoon de mensen uit hun huis krijgen. Hè? En die bus die rijdt nu door de hele stad en ze kunnen van deur tot deur vervoerd worden. Het is wel gezellig ook, denk ik. Heel gezellig. Ja, heel gezellig. Ik rijd de mensen echt aan. Kijk, die dan echt met een dure taxi normaal gaan, nou, dat vind ik gewoon zonde. Want ze rijden heel goed op tijd, dus we willen nog meer. En waar gaan we nou naartoe? Want we zitten nu richting centrum. Antoniusgade. En wat gaat u daar doen? Op visite bij mijn zus en mijn zwager. Dat krijg ik erop. Ja, dat is regelmatig. Dan niet komen is ook niet goed. Nou, gezellig toch? Ja. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl